18 personen zijn besmet met de nieuwe varianten van het COVID-19-virus. Dat bleek uit resultaten die het BOG heeft ontvangen van de 72 monsters die naar het buitenland waren gestuurd voor de sequentieanalyse. De resultaten bevestigen de aanwezigheid van de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant. Volgens Regis Ori, waarnemend directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheid, zijn deze varianten besmettelijker dan de normale variant. De kans op hersenziekten is groter. Dus die zijn besmettelijker dan de normale die wij hebben. We noemen ze, die hebben andere code. Die zijn besmettelijker. Sommige 1,5 maal, sommige 2,5 maal besmettelijker. En de kans op hersenziekte is veel groter. Het is nog niet mogelijk om in Suriname een sequentieanalyse te doen. Door middel van een sequentieanalyse kan bepaald worden met welk variant een persoon besmet is. De symptomen hiervan zijn binnen 2 tot 14 dagen zichtbaar. De kans dat personen die het AstraZeneca COVID-19 vaccin al toegediend hebben gekregen, ernstig ziek worden, is vele malen minder. Dus er zijn verschillende studies, ze zijn nog niet helemaal eruit. Maar belangrijk is dat als je gevaccineerd bent, dat de kans dat je ernstig ziek wordt veel minder is. En de CDC heeft laat ook een publicatie gedaan, dat de mensen die gevaccineerd zijn, als ze besmet raken, dat ze minder besmettelijk zijn. Ori gaf aan dat deze 3 varianten sinds maart in Suriname zijn. Het is onduidelijk hoe ze hun weg hebben gevonden naar ons land. Er is wel een stijging in het aantal COVID-19 gevallen per dag. Dus we hebben wel een toename gezien. Het is nog niet exponentieel. Maar we zien wel dat de R is toegenomen met naar 1,5 bijna. En we zien dat de positivity rate is 21%. Wat aangeeft dat als je praat dat we maar 10, 12 cases per dag hebben. Als je positivity rate hebt boven de 10%, wat aangeeft dat wij nog te weinig testen. Er zijn meer mensen daarbuiten dan die besmet zijn, maar die niet zijn komen testen.